Het regent pijpenstelen hier in Brabant. Zomer in Nederland, zo zeggen ze het ook wel eens. Maar in huizen bouwen is het feest. Hier schijnt altijd de zon. Vandaag helemaal, want ik ga hamburgers bakken en dat is niet zomaar iets. Een bouwhamburger die moet dan bepaalde eisen voldoen. Die moet groot zijn, daar moet van alles op zitten. Kaas, spek, noem maar op, uien, alle gezonde dingen. Je gaat het zo zien. In ieder geval, het is gewoon een feest om dat te maken. Dus ik zou zeggen, volg het in de vlog. Dan laat ik eens even zien wat mijn specialiteit hier is. De hamburgers. Nou, het gezonde spul natuurlijk ook. Sla, uien, tomaat, spek gaan we erop doen. We hebben hier de eieren, kaas, broodjes. En natuurlijk niet te vergeten, de augurken. En dat allemaal samengepakt op één broodje. Dat is natuurlijk een feest, jongens. Dat ga je niet geloven. Ik ga beginnen, dus volg het allemaal in de vlog. We gaan eerst beginnen met de eieren, want die doen er het langste over. En dan komen de hamburgers. Hatsaflats, de kaas erbij, spek erop. Hartstikke idee. En we beginnen natuurlijk met de uitjes. Vakkundig smijten we dat er even op, zoals je ziet. Uien nooit te lang, hè? Want anders gaan ze helemaal verbranden en dat wil je gewoon niet. Nou, die moeten wel een beetje knisperen blijven. Niet al te doorbakken natuurlijk. Straks komt daar natuurlijk de spek bij. Dan gaan de hamburgers erop. Dan bak ik nog even, om het helemaal af te maken, een eitje. Gaat er ook even lekker op. Dan ook nog even die zelfde kaas over de hamburger. Mayonaise, ketchup, huppakee. En dan is het broodje of de bouwe hamburger klaar om gegeten te worden. En dat is gewoon altijd een feest, hè? Een bouwe hamburger. Dat is niet zomaar iets. Dat eet je niet, daar geniet je gewoon van. Ondertussen gaan we verder met het spek bakken. Ik leg er weer even een plakje bij. Altijd lekker. Een plakje spek op de hamburger, dat maakt het helemaal af. Perfect. Ja, en zo komen wij de vakantie wel door hier in Nederland. Ja, het regent ook nog steeds een beetje, zoals je ziet. Maar, wat maakt het ook uit? Regen of niet? We maken gewoon van elke dag een feestdag. Zo doen we dat gewoon. Ah, lekker hoor. En dan gaan we nu verder met het bakken van de hamburger. Een specialiteit op zich, mensen. Let op, hè. Een hamburger bakken, dat is gewoon vakwerk. Of zeg ik het zelf? Nou, daar gaan we. En ja hoor, hatsaflats, daar ligt hij. Wat een joekel van een hamburger. Dat is gewoon niet normaal. Dit is gewoon echt, nou, gigantisch. Wat een joekel. Wat een joekel van een hamburger. Oh, en dat ruikt zo lekker. Heerlijk. Oh, heerlijk. Ja, het voordeel is wel, als je nou aan het bakken bent, dan heb je gewoon zelf geen trek. Dat merk ik altijd aan mezelf. Op het moment dat ik aan het bakken ben, dan denk ik bij mezelf, nou, ik heb genoeg eten gezien. Dus misschien is dat wel heel goed voor het afvallen, hè? Hoe meer je bakt, hoe minder je eet. Weet ik ook niet, maar ik maak het mezelf maar weer wijs. Laat ik het zo maar zeggen. Nou, de hamburger ligt hier lekker te bakken. Nog even en dan komt het eitje erbij. Gaat de kaas eroverheen. En dan is die bijna klaar om gegeten te worden. En ja hoor, de eerste keer. We gaan hem omdraaien. Oei, 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 kijk eens hoe lekker. Wat ziet hij er prachtig uit. Het is de Pamela Andersons onder de hamburgers. Wat een enorm ding zeg. Super, super, super. Nu komt het eitje erbij. Dan gaan we. Even weggooien. Je ziet het, hè, mensen. Een bouwer hamburger is niet zomaar iets. Hè.
Dat doen we gewoon van alles. Van alles gaat erop. En als je dan eenmaal klaar is, dan is hij ook meestal binnen een aantal minuten is die gewoon weg. Dan denk je van, hoe is het mogelijk? Al die uien, al die bacon, nou, die gigantische hamburger die hier ligt, inclusief dat eitje wat er straks overheen gaat, met die sla, met die tomaten, met die augurkjes. 5 minuten en... weg. Zo gaat dat hier. Dit is er 1, maar dan moeten er natuurlijk nog 6. En al die tijd hou ik mij in om geen stukje bacon te eten. Hoe knap is dat? Nou, toch knap, hè? Zo sterk ben ik. Oeh. Het is tijd voor de sla natuurlijk. Draperen we mooi op het broodje. Gaat hier straks mooi de hamburger op. En dan de sausjes natuurlijk. De uien, de bacon, alles. En dan zijn we bijna beland bij het eindresultaat. En dat is niet zomaar iets. Zet maar op. Nou, even wat tomaten erop. Nou, even wat augurken erbij. Wat voor plaats. Nou, de hamburger. Daar is hij dan, mensen. Hij gaat erop. Hij ziet er prachtig uit. Het is gewoon een kunstwerk. Hier het gebakken ei, die gaan we er ook nog even overheen doen. Dan komt gebakken eieren met bacon. Die gaat daar naar bovenop. De bovenkant erop. Kijk mensen, daar is hij dan. De Bauerburger. Gigantisch. Zoals een hamburger hoort te zijn. Dus ik zou zeggen, tot vlogs. En tot de volgende keer. Houdoe. Jongens, hij is klaar. De eerste hamburger.